Abderrahim, hoe gaat het met Appie? Goed. Hij is nu sinds niet zo heel lang geleden thuis. Dus we verzorgen hem gewoon thuis. En ik moet zeggen, sinds hij thuis is, gaat het stukken beter dan voorheen in het ziekenhuis en het verpleeghuizen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat hij bewust is van waar hij is. Hij is weer in een vertrouwde omgeving met zijn familie. En de mensen zullen dan zich ook afvragen, ja, wat houdt goed in? Kijk, hij ligt niet meer in coma. Hij is gewoon wakker, hij slaapt, hij niest, hij eet, hij boert. Maar het is niet dat hij zijn bed uitkomt. Hij is gewoon heel bedlegerig. Hij is nog steeds heel erg afhankelijk van ons. Kan je communiceren? Op zijn goede dagen, op zijn goede momenten is er een vorm van communicatie. Maar dan is dat echt door middel van bevestiging van wenkbrauwen en dat soort dingen. Maar je merkt daaraan dat hij dat niet zo heel lang kan volhouden. Het is echt wat voor ons heel makkelijk is voor hem echt. Het lijkt topsport voor hem, zeg maar. Ja, want jullie hebben een speciale woning voor hem ingericht, hè? Ja. In de buurt van het ouderlijk huis. Ja. 24/7 is er altijd iemand bij hem, hè? Ja, sinds de gebeurtenis is er 24/7 iemand met hem van de familie. En dat verdelen wij de taken onderling. En, dat blijft zo. Om hem, las ik in het boek goed, dat er positiviteit rond zijn bed of zijn bank of zijn stoel is, hè? Klopt. Kijk, in het begin was het niet letterlijk zo, maar het mocht ook niet. Hè, omdat je zit met bezoekuren, maar toen de artsen die merkten gewoon dat wij heel veel positief invloed op hem hadden. En toen is het gaan rollen, 24/7 met hem. En de artsen zien ook, die zien het ook, die staan ook verbaasd. En die denken ook van, ja, kijk, ik denk niet dat er een betere arts of familie is dan de familie zelf. Mm-hmm. Dus, en wat doen jullie als jullie bij hem zijn? Alsof hij niet ziek is eigenlijk. We praten gewoon, we nemen hem mee in onze gesprekken. We zitten in de woonkamer, kijken voetballen of wat dan ook. En dan kijkt hij mee, praten we mee. En dan, je merkt gewoon aan hem dat hij dat heel fijn vindt. En vaak laat hij ook gewoon bewuste emoties zien. Soms ook emotioneel, maar vaak ook een glimlach bijvoorbeeld. Dat doet ons goed. Dan ga je echt waar aan een glimlach. Ja. Vader, geloven jullie nog in een wonder? Ja, zeker. sorry, ik heb... ja, het is ook heel emotioneel. Maar het mag ook, u mag ook gewoon Marokkaans praten. Ja. Dan vertaalt Khalid het. Of Ali. Of Ali, is goed. Ja, dat is een zwaar beproefje voor ons. Maar ja, wij doen ons best om te doorblijven met dat beproefje. En onze bedoeling is Appie dat hij gaat beter worden. En wat vertelt mijn zoon over wat we doen voor hem elke dag? Wij voelen ook wat hij moet ook zeg maar met hem omgaan. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld in bed, je moet hem ook af en toe draaien naar de andere kant. Je moet ander zeg maar moet gewoon de best voor hem zorgen. Dat is het. En af en toe we doen voor hem ook fysio ook. We hebben ook een paar dingen geleerd van de artsen die komen bij ons in AMC of thuis. Of, de laatste tijd is een beetje druk bij ons, omdat ze komen niet meer bij ons. Omdat wij doen alles zelf. Komt goed. Ja. Ja. Er staat een geweldig verhaal, Khalid, in het boek over... Over u eigenlijk. Over de opvoeding die u uw kinderen heeft gegeven. Kijk, Appie staat bekend als een ongelooflijke loyale jongen. Een verbinder. Een ongelooflijke jongen die iedereen op het rechte spoor helpt. Die een supportive is. Het is echt, als ik dat lees, ik las het ook al in het boek van Henk Spaan. Dan denk je, dat is een wonderboy. Ja. Dan lees ik dat als u op vakantie was in Marokko en u was bij de kruidenier met uw kinderen, en dan zei u tegen de kruidenier, nou, dat wil ik hebben. Staan er nog rekeningen open van mensen uit het dorp die dat op dit moment niet kunnen betalen? Ja, zegt de kruidenier. Toen zei u, nou, dan betaal ik die wel. Als voorbeeld voor uw kinderen van zo ga je met elkaar om. Je zorgt voor elkaar, je let op elkaar, je bent er voor elkaar. Klopt. Toen dacht ik, dat vind ik een mooi verhaal. Dat soort dingen, eerst dat haal ik door mijn geloof, zeg maar, uit mijn geloof en ook uit... De opvoeding van mijn ouders. En dat geef ik door aan mijn kinderen. Mm-hmm. Dat is de bedoeling. We zijn niet alleen in dat planeet. We zijn ook met andere mensen. We moeten alles delen bij elkaar. Goede tijd, slechte tijd. Dat is het. Mm-hmm. We moeten gewoon door blijven met dat. Ik vond het ook zo mooi dat u zo goed bent met de familie van Donnie van der Beek.
Ja. Met de beide families zijn eigenlijk niet. Het zijn gewoon familieleden eigenlijk. Dat is vanaf de jeugd. We zijn altijd samen met hun, zeg maar. En dat geeft ook kracht aan onze kinderen, zeg maar. Als je gewoon kijkt naar ouders met elkaar, altijd we gaan naar één hotel, één restaurant, samen eten, samen logeren. Mm-hmm. Dat geeft de kracht aan de jongens. En de jongens spelen ook best. Ze geven 100% aan de team. Dat is heel belangrijk voor als ouders bij elkaar blijven. Dat is heel belangrijk vanaf de jeugd. U bent ook een belangrijke cameraman, want op het moment dat Appie dan eindelijk bij Ajax kwam, nou eigenlijk nog tevoren, bij de oefenwedstrijden die moesten leiden tot zijn selectie, en dat is uiteraard gebeurd, daar was u er al. Volgens mij heeft u bijna alles gefilmd met een cameraatje langs de lijn. En is er dus ongelooflijk veel beeld van Appie. Dat gaan we vanavond ook een beetje gebruik van maken. Dit was de testwedstrijd, waarin dus moest blijken of hij wel kon voetballen. Volgens mij, is dat FC Amsterdam? Volgens mij, ik weet niet waar. De volgende Eendracht, DCG, Ajax. Hè? Ja, zo precies. Dit is een testwedstrijd. Ik weet niet precies, Humbert. Maar we zien hem in ieder geval. We zien de handigheid. We zien ook hoe klein en rap die is. En we zien dat dit leidde tot een selectie. Ja, geef maar commentaar, want er zit eigenlijk geen commentaar bij. Ja, Danny Blind zag je dit, hè? Dus ja, Danny Blind, ja? Doe maar geliet. U bent erbij geweest. Ja, wat, we zien Appie, volgens mij, even kijken. Dit is Appie, ja, daar is in de bal. Dat was een scoutingdag, zeg maar. Die talent. Jongens die zijn gescout. Niet talent, maar scouten. Jongens die zijn gescout. Oké. Okay. Ze gaan ook meer jongens zeg maar, scouten van die jongens die zijn gescout. Dit is al een selectie van een aantal voetballers, goede voetballers. Ja? Die zetten ze dan bij elkaar, 3-3 of 4-4. Mm-hmm. En daar gaan dan al die oude mannen die je net in de dugout zag zitten, die heel veel verstand van voetbal hebben, die gaan dan proberen te kijken, ja, welke jongens zien we nou excelleren? En hier Appie zie je, die paas geven, dus een hele mooie actie maken. Maar het is een waanzinnig moeilijke hoe ze dat doen. Je hebt geen idee wat erachter schuilt allemaal. Maar ze proberen dus in een heel vroeg stadium al te begrijpen welke jongens hebben nou voldoende potentie om de top te kunnen halen. Maar bij Appie begrepen wij dat er eigenlijk niet zo heel veel twijfel was al heel snel. Nee. Met permissie, we maken een reuzensprong. Het eerste elftal komt in zicht. Dan kiest Appie voor het rugnummer 34. Dat deed hij expres. Omdat hij dacht, het seizoen 17-18... dat wordt het seizoen waarin ik waarschijnlijk gewoon in het eerste ga spelen. Dat wordt het seizoen waarin we de 34ste landtitel gaan bereiken met elkaar. En daarom werd het zijn rugnummer. Dat klopt, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, goed, ik wist het van Donnie, want ik heb Frenkie en Donnie gesproken. Die vertelde er ook over hoe Appie dat met hem besprak. Hoe hij daarover nadacht. Dat is een hele bewuste keuze om dat nummer te nemen. Volgens mij, Abdelrahim, als ik het niet verkeerd heb begrepen, was dat ook bij jullie in de woonkamer al een keer onderwerp van gesprek, hè? Ik kan me nog herinneren dat hij in de woonkamer kwam. Iedereen was erbij, vader, moeder, broers, zussen. En toen had hij een aantal nummers. Kon hij kiezen tussen uit mijn hoofd 3 nummers of zo. En toen wilde hij 34 en zei hij van, zal ik dat doen met de kampioenschap? En als ijskampioen word, dan heb ik die 34 op mijn rug. En we hebben hem allemaal geadviseerd om dat te doen en dat heeft hij gedaan. En vandaar ook die verwijzing naar de rug nemen toen hij scoorde in zijn debuut. Ja. Ja, dat was wel mooi, Matthijs, wat je ook over die slagerij zei. Die liefde van Appie voor Ajax. De liefde van de familie Nouri voor Ajax. Hij was een Ajax-speler voordat hij Ajax-speler was. Toen was hij nog niet gescout, zei hij al tegen Feyenoord. Nee, ik kom niet, ik ben al door Ajax gescout. Er was nog geen sprake van op dat moment, zei hij zelf. Maar in die slagerij, dan moet je je voorstellen, je kent de Haarlemmerdijk. Mm-hmm. Dan stonden er allemaal mensen te wachten op zo'n zaterdag. En dan stopte daar opeens een hele dure bolide. En dan stapten daar mensen in hele mooie pakken uit. En die zeiden van, weet je wat, meneer Nouri, deze slagerij die zetten we neer ergens in Londen of in Manchester of in Barcelona of in Madrid. U komt niks tekort, u mag overal de vleesleverantie doen. Ja, maar wilt u er wel voor zorgen dat die zoon bij ons komt spelen? En eigenlijk zei de vader en zoon altijd, dat gaan wij niet doen. Ajax is waar we eerst succes willen hebben en daarna gaan we wel een keer verder kijken. Ik wil iets laten zien. Dit is Geuzeveld, 14 juli 2017. 6 dagen na het ongeluk in Oostenrijk, na het drama in Oostenrijk. Jullie zijn daarheen gegaan. Jullie komen op een gegeven moment terug naar Nederland. Dat bleef niet onopgemerkt. Duizenden mensen verzamelden zich rond jullie woning. We hebben het allemaal gezien, maar ik wil het op een avond als dit om te laten zien wat Appie betekende. Daar stonden Feyenoord-supporters tussen. Daar stonden de rivaliteit bestond niet meer. Tussen niemand niet. Dit was verenigen. Ja. Eigenlijk helemaal in de geest van Appie en van u. Het was die dag voor ons echt emotioneel en ook onbeliefelijk, zeg maar. Zoveel mensen bij elkaar, verschillend geloof, verschillend nationaliteit. Komen mensen van de wereld die dag. Uit China, uit Singapore, uit Australië, van de heel Europa, Italië, Portugal, Spanje, naar ons thuis. Zijn naar binnen, bij ons. Dat was echt respect. En
Dat was zo, ja. Dat was echt. Je zit altijd hoe mensen zeg maar bij elkaar gebracht, Appie, door geliefd voor die mensen. Dat was echt een speciaal dag. Laten we kijken. Is echt apart, ja. Het moet toch, toch heel bijzonder zijn dat je merkt dat, dat het dit teweeg brengt. Dat je broer dit op de been brengt. Of had je wel een vermoeden? Nee, verre van. Mm-hmm. Ja. Ik kan me nog herinneren, we waren in het ziekenhuis en werden gebeld van jullie moeten nu komen, de straat is helemaal vol. En ik dacht, het was voor aangekondigd, maar ik had dit niet verwacht. Maar dit doet ons wel goed. Mm-hmm. Het is heel moeilijk, maar ook weer goed. Als je ziet hoe. Ja, het is gewoon heel geliefd bij de mensen. Zelfs bij Feyenoorders. Die getatoeëerde kale gasten die bij ons in de woonkamer kwamen. Ja. Dat doet wat mensen. Dat zegt ook iets over hem, over zijn gedrag, over hoe hij was. Het heeft ons. Het was heel moeilijk, maar nogmaals, het doet ons ook heel goed. Ik had in die periode, 20 augustus, was het voetbalgala 2017. Mm-hmm. En ik heb toen contact gehad met Mo, met de broer van Nouri. En gevraagd van, goh, zou het iets zijn als jullie door al dit soort eerbetuiging... zouden jullie iets willen zeggen tegen de voetbalwereld? Want die was bij elkaar verzameld in Studio 21. En toen hebben Abderim en Mo hebben samen een schitterende brief geschreven... die ik toen heb voorgelezen daar. En wat er toen gebeurde in die zaal was... het was net als hier, nu net, zag ik het ook, heel veel emoties... Mm-hmm. Maar ook Jacques Zwart die daar was. En precies om wat jij zei, omdat Nouri dat uitstraalde, die verbinding... toen zong hij Hand in Hand Kameraden. Dus Jacques Zwart als Mr. Ajax, die daar als symbool... uit eerbetoon van Nouri het Feyenoord liet zingen. Dat was wat er gebeurde. En ik vond dat prachtig om te zien. Nou, dan wil ik nog wat laten zien. Dat zijn de herdenkingen eigenlijk ook internationaal. Want dit is nationaal. Feyenoord-fans melden zich in Amsterdam. Dat kan een jonge voetballer dus teweeg brengen. We sluiten dit af met de huldiging, want Ajax werd kampioen. Ajax werd voor de 34e keer kampioen, werd gehuldigd op het Museumplein. Daar was u ook. Daar mocht u, de schaal werd opgedragen aan Appie. Daar eindigen we mee, maar we zien ook even wat internationaal... wat grote voetballers op dat moment graag wilden laten zien. Het maakt allemaal niet uit voor welke club je ook bent... Wat er deze zomer met Abdelhak Nouri is gebeurd, het heeft niemand, maar dan ook werkelijk niemand, onberoerd gelaten. Het is de 34e minuut en iedereen gaat staan. En klapt voor Abdelhak Nouri. Shirt in memory of his good friend Appie Nouri. And I wish that you recover fast and all the best for you, man. Jullie weten allemaal wat voor titel dit is. Dit is de 34e. Wij als Ajax zijnde de club willen hem graag aan één iemand opdragen. Voor Appie, voor onze Appie. Thank you.
We gaan zo praten met de voetballers. Het doet je wat, hè? Ja. Wat? Ja. Vader, broer, vrienden. Moeilijk. Ja, het is ook heel moeilijk. Het moeilijke vind ik met name... dat je zoveel potentie ziet... en die potentie in de knop gebroken is. Maar tegelijkertijd zie je ook heel veel liefde. En dat is volgens mij waar we ons aan moeten vasthouden. Want waar zij zich aan vasthouden, de liefde van hun voor hem. Klopt. Dat klopt. Ja.